persconferentie over crisisbeheersing? Is er leven op Venus? En minister van OW brengt bezoek aan Weg naar Zee. Goedenavond en welkom bij 10 minuten Jeugdjournaal. Door de president, vicepresident en enkele ministers is er vandaag een persconferentie gehouden om de pers en de samenleving uit te leggen waarom bepaalde maatregelen zijn getroffen om het land draaiende te houden. De eerste spreker was de president van Suriname, Tjan Santokki. Hij heeft uitgebreid verteld waarmee de regering bezig is. Ook heeft hij verteld dat het elke maand een probleem is om de salarissen uit te betalen. Leningen is voor deze regering geen optie. Vergeet u niet dat alle salarisuitbetalingen van afgelopen 2 jaar door de vorige regering betaald geworden zijn uit leningen. Totdat de banken niet meer kunnen. Wij kunnen doorgaan met leningen. We kunnen die commerciële banken onder druk zetten. Uiteindelijk gaan ze allemaal over de kop. Laat een keertje ophouden. Om te gaan leren. Na de president had de vicepresident het woord. Hij heeft heel veel bedragen opgenoemd die Suriname eigenlijk aan inkomsten zou moeten binnenhalen. Helaas is dat nog niet het geval. Hij heeft gesproken over de houtsector, oliesector en de goudsector. Dus dan ga je die dollar kopen bij de Gambia om goud op te kopen. Weet je wat die verdient per man? Zij verdienen 7 miljoen. 200.000 per maand, dan moet je gewoon 7 miljoen. Terwijl al deze gelden ten behoeve van de staat moeten zijn. Waardoor wij vrij van de adem. Dan ziet u hoeveel inkomsten we mislopen. We moeten kijken van de staatsolie. De staatsolie heeft in de afgelopen 10 jaar 2 miljard gegeven aan dividend royalty. Aan de staat. 2 miljard mensen. En als je 2 miljard in 10 jaar kan optellen met al die leningen die we hebben genomen, moet Suriname vandaag niet hier staan waar we zijn. Dus u weet dat deze regering, we zijn nu bezig in kaart te brengen. Alle gelden die ten behoeve van de staat worden gestort, waar ze worden gestort, dat er andere opdrachten worden gegeven dat deze gelden gestort worden in de staatskas, niet meer via een bank. Nadat de nieuwe prijzen van de busroutes zijn vastgesteld, heeft de samenleving vooral veel commentaar gegeven over het feit dat de route Paramaribo-Nikeri veel goedkoper is dan de route Paramaribo-Ajoni. Dit omdat de reis naar Nikeri veel langer duurt dan de reis naar Ajoni. De minister gaf hierop antwoord. En als Nikeri niet zou inleveren, de particuliere lijnbezorgers of de tarief van Nikeri, zoals gisteravond door de PLO aangegeven, zodat tarief dus 120 SL-leningen zijn. We hebben dit principe besproken en we zijn uit elkaar gegaan met de toezegging vanuit de regering, de gevraagde medewerking. PLO doet de eerste aanzet om met die bushouders van Ajoni te praten dat dit tarief gelijkgesteld wordt, dat wel minder lager wordt dan de minister van Financiën gaf aan waarom deze maatregelen zoals wisselkoersstijging, verhoging tarieven openbaar vervoer, belastingen en nog een heleboel worden vastgesteld. We zijn een crisisbeleid nu aan het uitvoeren. Dus de maatregelen die nu uitgevoerd worden hebben te maken met het beheersen van de crisis. En we hebben daarvoor ongeveer 9 maanden uitgetrokken. En vervolgens, zoals het regeringsprogramma zegt, gaan we naar de stabilisatie- en groeifase. Brand in de Pantanaal, is er leven op Venus en verloren surfplank gevonden? Deze berichten vandaag in ons kort nieuwsblok. Een man die een surfplank verloor in enorme golven voor de kust van Hawaii, was verbaasd toen hij ontdekte dat het was gevonden in de Filipijnen, 8000 kilometers verderop. Dal Falter, een fotograaf en surfer die op Hawaii woont, verloor in februari 2018 zijn surfplank, maar had nooit gedacht dat zijn surfplank helemaal in de Filipijnen zou belanden. De nieuwe eigenaar van de plank is Giovanni Bransuela,
een basisschoolleraar in het zuiden van de Filipijnen. Branzuela kocht het boord voor $40 van een lokale visser, die het in augustus 2018 had gevonden, 6 maanden nadat Wouter het verloor. De plank was origineel blauwachtig, maar het kreeg een gelige kleur tijdens zijn reis over de Stille Oceaan. Merkwaardig was dat de naam van de surfplankbouwer, Lai Korsen, nog te zien was op de surfplank. De nieuwe eigenaar van de surfplank heeft toen contact gemaakt met Korsen en die heeft vervolgens Doug Wouter gecontact over zijn verloren surfplank. Wouter schreef op Facebook dat hij Branzuela zou gaan bezoeken als er geen reisbeperkingen voor het coronavirus waren geweest. Maar hij verzamelt nu geld om de Filipijnse surfer wat spullen en wat lesmateriaal te sturen om zijn studenten te helpen met Engels lessen. Het paar heeft online contact en Wouter vertelde dat hij van plan is om hem te bezoeken, om zijn surfplank op te halen en Branzuela een beginnerplank te geven om op te leren. Er is in de ruimte een grote ontdekking gedaan. Op de planeet Venus is er volgens onderzoekers een stof genaamd fosfine aanwezig. Fosfine is een kleurloze stof die vlambaar is en zelfs kan exploderen. Onderzoekers hebben aanwijzingen dat dit stofje in de wolken van Venus zit. Fosfine kan alleen gemaakt worden door fabrieken of door bacteriën. Volgens de onderzoekers zou dit het bewijs kunnen zijn voor bacteriën op Venus, omdat er daar geen fabrieken zijn. Het is lastig om goed onderzoek te verrichten op de tweelingplaneet van de aarde, omdat het op die planeet erg heet is. Venus is namelijk de heetste planeet van ons zonnestelsel. Op Venus is er ook geen zuurstof. Dat is voor bepaalde bacteriën echter geen probleem. Ze kunnen zonder zuurstof overleven. Onderzoekers hopen op betere ruimteschepen in de toekomst. Hiermee kunnen ze dan dichter bij Venus, om echt te kunnen bewijzen dat er daar bacteriën, levende wezens dus, aanwezig zijn. Behalve de vreselijke bosbranden in de Verenigde Staten die verschillende dieren en mensenlevens hebben gekost, zijn er ook een record aantal bosbranden in Brazilië. Behalve in het Amazonegebied woekert het vuur nu ook in de Pantanal. De Pantanal is een wetland. Een groot moerasachtig gebied. Er komen daar dieren voor, zoals jaguars, miereneters en honderden soorten vogels. Deze dieren, hun leven is nu in gevaar. De branden komen vooral door klimaatsverandering. In de Pantanal wordt het steeds droger. Ook zijn er steeds meer boeren die stukken land in brand steken, om als landbouwgrond te kunnen gebruiken. Doordat het gebied zo dicht begroeid is, kunnen brandweerwagens er heel moeilijk bij. Het blussen van het vuur gaat dus heel moeilijk. Gewonde dieren worden door vrijwilligers opgehaald om hun leven te redden. Maar dat lukt niet altijd. De vrijwilligers hopen dat de regering meer moeite zal maken om de Pantanal te beschermen. Minister Riad Noor Mohammed van Openbare Werken bracht gisteren een bezoek aan het resort Weg naar Zee in het kader van het mangroveproject. Dit project wordt uitgevoerd door professor Siwunai Paal, die ook aanwezig was. Samen met deskundigen heeft de minister zich begeven bij de plek waar er mangrovebomen worden geplant. Mangrovebomen worden de natuurlijke dijken genoemd om het land te beschermen tegen de oceaan. Vandaag gaat er iets bijzonders zijn en daarvoor ben ik ook speciaal gekomen, omdat de mangrovenherstel kennen wij, de pilot kennen wij. Maar we hebben onlangs gezien dat hier onder water gelopen is en de Brantimakkaweg is een belangrijke weg. En daarvoor heeft het Forum een voorstel gedaan om te kijken hoe we die weg duurzaam kunnen gaan organiseren of ontwerpen, zodanig dat de weg de nieuwe barrière kan gaan vormen in plaats van een zeedijk van beton, etc. Het startsein is gegeven voor de aanleg van een groen-grijze dijk. Hierbij zal er gebruik worden gemaakt van bamboe in plaats van beton, omdat het voordeliger is. Daarom is de bedoeling nu dat we hier ook beginnen met naast mangroveplanten nu ook bamboe te planten achter de dijk, zodat die opklimt op de dijk, met als gevolg dat de dijk helemaal goed vasthoudt. We gaan eerst die pilot vannacht startsein geven. Dat is dat wij, het idee is om langs de weg
bamboe te gaan planten. En bamboe is zeer stevig. Bamboe gaat ervoor zorgen dat je weg gewoon niet meer weggaat. En dan kan je daarop, op de weg gaan verstevigen. En dat is de goedkoopste oplossing. Dus in plaats dat te gaan bekleden met beton en geweldige stenen, heb je dat niet nodig. En dat is wat men noemt een, zeg maar een groen-grijze dijk. Dat is wat het betekent. Dus dit is gewoon een groene oplossing, heel goedkoop. En het heeft voordelen voor het klimaat. Het project dat op land en water uitgevoerd zal worden, moet voordelen hebben voor de landbouwers in dat gebied en ook voor de ecotourisme in ons land. Dus het project dat uitgevoerd wordt, dat is in de zee. Dat is mangrovenplanten. Je weet, dat hebben we al jaren gezien. Dat werkt hier, dat werkt daar. Er zijn wat problemen, maar het werkt. Dat heeft een voordeel voor de mensen hier die bijvoorbeeld, hoe zeggen dat, honing kweken. Want honing krijgt van bepaalde boomsoorten. En een tweede ding, het heeft een voordeel voor ecotourisme. Er zijn heel veel toeristen, of nog ja, sommige toeristen die speciaal komen om bepaalde vogels te, hoe noem je dat, bekijken met verrekijkers. En dat kunnen ze hier doen. En dat was het voor het Jeugdjournaal. Bedankt voor het kijken. Sri Vishwiti, Tetamara. Doei doei.